Dit is het mooiste. Aantal fouten, 0. En je hebt een brandend lampje. Ja, sommige auto's gaan natuurlijk niet kapot, hè. En dat zijn onder meer deze auto's. Jullie kennen het wel zo langzaam van mij, omdat ik zelf ook zo'n auto rijd. Maar goed, dat terzijde. Ja, wie staat er naast mij? Gerrio. Gerrio. Gerrio, ik ben Robert. Uh-huh. Wat is er gebeurd met de auto? Nou, onder het rijden ging die ineens wat schokkerig rijden, vooral met gas geven. Dat ik dacht van, hey, in de gaten houden, klopt niet. En een volgende keer, toen ging het motormanagementlampje ineens branden. Kijk. En als ik wat harder reed dan, nou, zeg maar boven de 70, dan ging die zo nu en dan ook knipperen. Dus toen dacht ik ga even staan en mijn boekje lezen, wat ik nog kan vinden. Heel verstandig. Altijd het instructieboekje lezen, dat kan ik meer mensen aanraden. Er staat meer in dan je denkt namelijk. Ja. Absoluut. Dus toen dacht ik van, nou oké, ik moet dus zorgen dat hij niet gaat knipperen. En zolang ik dat hou, rij ik maar naar huis en dan zie ik de volgende dag wel verder even. Maar precies. Dat aangezien het gisteravond laat was, dus... Oh, kijk, mooi is lekker even gaan slapen, zeg maar. En nu, ja, precies. Ik ga daar eens even naar kijken. Mijn eerste stap natuurlijk van de diagnose, ja, zoals altijd. Ik ga hem eerst eens even uitlezen en kijken wat hij aangeeft. Ringeldingeldongel, die gaat er even in. Even kijken. Had jij misschien een keer de sleutel voor mij? Die heb ik. Uit zijn minstens zo'n oude hoesje. Ja, de auto is 19 jaar oud, maar echt still going strong. Ik zet hem op contact. Nou is het heel makkelijk bij deze auto, want hier zit een klepje en daar doe ik hem in. En dan gaan we even naar de tablet toe, die heb ik nog in de bus staan. Daar gaan we hem eens even uitlezen. Ik heb de auto geselecteerd. Diagnose en ik ga, nou kun je zien, 19 jaar oud. Hier kunnen we relatief weinig mee qua uitlezen. Motor, airbag en ABS. Maar ja goed, ik hoef alleen maar naar de motor toe. Kan natuurlijk ook via EOBD uitlezen. De verplichte aansluiting, zeg maar, diagnose vanaf 2001. Maar dit moet voldoende zijn. Eens even kijken wat de auto opbiegt. Ik heb verbinding. Hij is nog bezig. Ja, dat ben ik ook. Ik wacht nog steeds. Ambulance in de buurt. Zo. Wilco, wel eens dokters zitten hier achter. Ja, precies. Op 319 meter. Let op, een ambulance. Gaat hij van 9 van de 10 keer naar de dokterspraktijk. Flitsmeister. Ja, dan moeten ze er weer in ophalen. Ik zit wel heel lang tot hij ermee bezig. Geen communicatie natuurlijk. Goh, dat is ook wel jammer. One eternity later. Nee, hij pakt hem niet. Dan doen we het anders. Dan gaan we gewoon... Deze ziet er mooi uit. Nee, pak ik hem even via EOBD. Ik selecteer nu even EOBD. Auto is wat ouder. En zoals je kon zien, lukte mij niet om de auto uit te lezen. Kan soms voorkomen, omdat de auto iets ouder is. En soms is helaas, de Bremie is vrij goed. Is heel goed, vind ik zelf. Ook met alle ondersteunende artikelen erbij. Dat, denk maar aan de schema's, alles. Dan doet hij het soms niet. Nou ja, kiezen we EOBD. Kijken hoe ver we daar mee in de auto kunnen komen. Jongen, jongen, jongen. Dit is het mooiste. Aantal fouten, 0. En je hebt een brandend lampje. Ja. Nou, ik zet de motor uit. Je kon ook zien, 0,0 foutcodes. Wel een brandend lampje. Dus ook zowel via EOBD als de het originele manier van uitlezen. Met draaiende motor kon ik hem dus wel uitlezen. Dus zo verkeerd is de apparatuur ook nog weer niet. Nee, dat werkt prima. Ouderwets nadenken, ja. Even kijken naar de staat van de kabels, maar vooral de bobine eigenlijk die wel de verdachte is. Nu hebben wij als Wegenwacht toevallig de hardlopende bobines bij ons. Hè? De penbobines die je wel eens ziet van bepaalde type auto's. En ook het bobineblok van deze auto. Waarom?
Ze gingen, maar het komt steeds minder voor dit type, ze gingen wel een stuk. Dus ja, wat is het makkelijkst om te doen? Bobine wisselen. Heeft u voor mij een, kijk aan. Alsjeblieft. Een bobine uit eigen huis. Die ga ik even omstekkeren en dan gaan we kijken hoe die het dan doet. Yes. Nou, ik heb hem er even voor Noord even opgezet. De nieuwe bobine. Oude ligt er gewoon nog op de oude plek. Starten, kijken hoe die dan draait. Klinkt beter, hè? Klinkt stukken beter. Gerrio, ik heb een nieuwe bobine. Zal ik hem erin zetten? Zet hem maar in. Dan is Gerrio gered. Voor het gemak haal ik even de bougiekabels los. En ik durf dat zomaar, omdat ik niet bang ben. Nee, omdat ik weet straks hoe het moet zitten. Het is namelijk zo. 1 en 4. Dit is nummer 1. Duitse auto. 1, 2, 3, 4. Bougie 1, 2, 3, 4. 1 en 4 zitten aan elkaar verbonden. En 2 en 3. 2 en 3 op één spoel. Want dit zijn eigenlijk twee spoelen in één. En 1 en 4 bij elkaar. Zo haal ik hem eraf. De nieuwe kan er zo aan straks. Goed. Nou uiteraard de oude bobine eraf halen. Al die mooie slangetjes hier wat hier aan zitten. Even voor het gemak haal ik deze er even af. Hop. Iets meer ruimte straks. Dat is de leiding van de hermbekrachtiging. Even iets aan de kant. Nou, die koelvloeistofslang laat ik zitten. En nou is de kwestie van die vier bootjes losdraaien. Kan die eraf? Deze bobine is lager, heeft iets minder vlees. En hier, als het goed is, heb ik hier nog andere bootjes bij. Gaan we eens even naar op zoek zo. Kijk, vier nieuwe bootjes. Toch wel, ze zijn erbij. Ja, 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 ja. Te groot. Jij doet dat al precies zo, ja. Te groot. Nou, nog te groot. Moet ik dan echt die hebben? Dit is de goeie. Zou die aan te klein zijn? Ja, die is te klein. Oeh, die draait eroverheen. Dat is jammer. Zo. Kijk eens, hij doet het. Zo moet ik het hebben. Misschien had ik hem er gewoon niet goed op staan. Je kunt zien, ook Robert Bos maakt nog wel eens fouten. En dan komt hij eerlijk vooruit. Kijk, dat bedoel ik. Gravity. Bolt gravity. Ik ben altijd blij dat het naar beneden valt. Want als het naar boven valt, dan moet je zo hard springen. Die was slecht, hè? Heel slecht. Nou, het is in ieder geval de originele bobine. Het is nog een motorcraft van Ford zelf. En ja, die heeft zijn beste tijd inderdaad gehad. Gerro, wil je hem nog bewaren? Aan de muur hangen? Prachtig aandenken. Ja, of zal ik hem gewoon op een verantwoorde wijze afvoeren? Ik voer maar mooi af. Ik voer hem af. Ik voer hem af. Nieuwe bobine met inktvis tentakels eraan. Nou, even hier onderdoor. Hier langs. Wat heeft hier gezeten? Een leidingje.
Uiteraard de stekker niet vergeten, niet onbelangrijk. Kijk, dat weer. Zo. En stuk voor stuk. Het volgende, het is hier heel mooi droog binnen. Wat nog wel eens voorkomt bij deze auto's is koelvloeistof. Mocht je hier koelvloeistof in hebben staan, dan zakt uiteraard het niveau, logisch. Maar dan heb je lekkage van de zogenaamde vriesdoppen die daarin zit. Dat is door het gietproces van die cilinderkop, aluminium cilinderkop, heb je nog wel eens dat daar zitten gaten in, die moeten ze dichtmaken. Bij dit type zitten er nog schroefdoppen in, daar heb je weinig problemen mee. Type je na 2004, de auto die ik gehad heb, komt er nog wel eens voor dat je dan losse dopjes hebt die erin geslagen zijn. Met een dopje 15 sla je ze er zo in. Je wipt ze eruit met de schroeven draaien, moet wel heel het klepperdeksel weg. Maar dan heb je in één keer koelvloeistoflekkage. Je staat hier vol koelvloeistof, ook vreemde dingen met je ontsteking krijg je dan. Maar goed, heeft je niet. Ook wat voorkomt via deze ruitensproeienvloeistof, heb ik het over dus type hierna, Mondeo Focus. Komt het dus voor dat er regenwater in komt. En dan kon je namelijk een mooie plaat erover krijgen van een ander merk, van Volvo. Want die had namelijk er Volvo op staan en die had het probleem niet. Die zet je erop, kost een paar tientjes en je bent klaar. Net niet bij die achterste bout komen natuurlijk, dus moet ik even die toch even losklikken. Ja, nu kan ik erbij. Ik doe het ook kruislinks vastdraaien, net als bij een wiel. Tik-tak, kijk eens, precies 12 Nm. Wat een puzzel. En het zit allemaal weer super mooi op zijn plek. Koelvloeistof in orde, stuurbekrachtigingsolie in orde, olie, keurig tussen min en max, ja perfect. Ondanks dat hij geen storing heeft, toch even wissen. Are you sure? Nou, emissie gerelateerd is cleared. Ik ben benieuwd wat hij nu gaat doen. En het lampje is uit. Nou Gerrio, hij zit erin. En hij klinkt weer een stuk beter. Daar doen we het voor. Ik doe nog even de financiële afwerking. Een onderdeel die wij onderweg aan onze leden verkopen moet uiteraard betaald worden. Want ja, helemaal je autorijden zeg ik altijd betalen wij niet natuurlijk. Dat geldt zowel voor een accu, een bobine, wat dan ook. Maar goed, dat maakt verder ook niet uit. Wat vond je er tot zover van? Je doet het prima. Ik doe het prima. Heel mooi om te horen. Goed, ik zou jullie zeggen bedankt voor het kijken wederom naar deze video. En helemaal dat jullie het tot het einde hebben volgehouden om te kijken. Wederom bedankt. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot ziens. Ciao. Heb jij nou een lege accu? Rood op de plus. Zwart op de min. En in omgekeerde volgorde eraf. Heb je geen lege accu? Er staan hier nog twee leuke filmpjes die je nog kan bekijken.